In Brugge zorgen we voor elkaar. We zorgen voor elkaar als het goed gaat. Maar we zorgen ook voor diegenen die het lastiger hebben. Onze groeiende groep ouderen bijvoorbeeld. Of alleenstaanden. Alleenstaande ouders. Mensen met een migratieachtergrond. En mensen met een beperking. De stad wil er voor hen zijn. En hen extra zorg en ondersteuning bieden. Samen met de plaatselijke zorg- en welzijnsorganisaties. Goeie en betaalbare zorg voor iedereen. Daar draait het om. Persoonlijke zorg die afgestemd is op de eigen specifieke situatie. Ook belangrijk hierin is innovatie. Nieuwe technieken en vernieuwende projecten die ervoor zorgen dat we op een aangename manier langer thuis kunnen blijven wonen. Ook al hebben we daarbij hulp nodig. Digitalisering, domotica, nieuwe woonvormen en slimme hulpmiddelen. Dat zijn allemaal manieren die onze zelfredzaamheid thuis verhogen. Ten slotte vindt de stad Brugge ook de toegankelijkheid tot de zorg erg belangrijk. Iedereen moet de juiste zorg vinden, liefst dicht bij huis. Daarom bouwen we samen aan een zorgzame buurt. Buurten waarin we aandacht hebben voor elkaar. Buurten waarin we samen op een kwaliteitsvolle manier van het leven kunnen genieten. In een zorgzame buurt vindt iedereen de weg naar de juiste zorg en de geschikte hulpverlening. En in het hele zorgverhaal zijn burenhulpprojecten en mantelzorgers daarom onmisbare schakels. Heb jij nog een idee of een voorstel over hoe we de zorg in jouw buurt kunnen versterken? Laat het ons weten, want in Brugge draait het om mensen.